Wassenaar is het buurtcentrum Kerkenhout. En daar organiseert een man, Peter, een bingo. Meerdere malen per jaar komen hier mensen bij elkaar om te bingoen. Peter, hoe lang organiseer jij al de bingo in Kerkenhout? Dat is heel lang. Ruim 15 jaar. Het zal eerder naar de 20 gaan als 15. En welke dag is het altijd? Het is in principe altijd op de vrijdag. Dat is, ja, we hebben een buurtcentrum en dat is natuurlijk voor meerdere doeleinden moet dat bestemd zijn. En wat voor prijzen kan je allemaal winnen hier? Eigenlijk van alles wat. We hebben dus wat kinderprijzen, want er zitten natuurlijk genoeg oma's en sommige opa's in de zaal. Ook voor de mannen die thuis blijven, die op oma moeten passen of op de kleine kinderen. Ja, maar we hebben dus ook wat lekkers. We hebben een herenluchtje bijvoorbeeld. Een metertje bier. Nou, dat maken we dan zelf. En mag iedereen gewoon komen? Ja, het is helemaal vrij toegang. Gratis een kopje koffie. Hebben jullie nog niet gehad natuurlijk. Dat is een slordigheidje van mij. Nee hoor. Om te beginnen wil ik even duidelijk opwijzen dat dit gewoon geheel vrijblijvend is. We maken geen winst. En alles wat we dan er eventueel aan overhouden, komt allemaal in principe weer ten goede van het buurtcentrum, van de mensen. De toegang is gratis, wat ik net al zei. En een hele avond meespelen. Dat zijn dan in totaal 42 prijzen, inclusief de superronde. Kost het 11 euro'tjes voor een hele avond. Nou, waar kan je dus nog uit voor 11 euro'tjes? Inclusief een gratis kopje koffie of thee, wat je wil. En in de pauze serveren we ook nog een lekker snackje uit de frituur.